Welkom bij deze nieuwe video op Happy Giel. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer dan zeker. Dit is voorlopig eventjes een testvideo. Maar ik kan ze misschien online zetten. Misschien ga ik ze wel online zetten. Ik ga dus nu proberen een mooie facecam eindelijk op Brawlstars te hebben. Misschien moet ik mijn geluid wat zachter zetten. Ik heb dus hier mijn tablet met de game. En ik ben dit dus ook aan het opnemen. Nu hoop ik alleen dat ik fatsoenlijk op mijn edit app voor een keer eindelijk de facecam ergens in de hoek kan zetten of zo. Ja, dan maar gewoon hopen. Ik weet ook niet of jullie de keer. Ik heb mijn geluid nu opstaan. Dus nu hoort je het sowieso wel ergens. Maar we gaan gewoon een game spelen met Stu. Dus er komt, ik hoop, de komende paar weken weer opnieuw een update. Maar dat weten we natuurlijk nog niet. Oké. Ik zie daar een search. Een search die we gewoon helemaal gaan pakken. We gaan die gewoon helemaal pakken. Alleen kom ik nu. Ja, we hebben de Sandy gepakt. Dan krijg je de emoji droppen erbij en de kist openen. Stu is op zich echt niet normaal goede knokker. Vind ik toch persoonlijk. Je moet daar natuurlijk ook wel 10.000 trofeeën voor hebben. Dus dat is niet niks. Ik zie daar een andere Stu en ik heb een klein beetje schrik van die. Ik weet niet hoeveel star points die heeft. Dus, waarom is iedereen Stu? Waarom is iedereen? Hij heeft er 6. Ah, dat is niet goed. Oké, allemaal Stu. Hij heeft er 5. Maar hij heeft nu al geen ammo meer. Dat weten we wel. Hij heeft wel ammo, maar Stu reloaden lijkt me dus heel snel. Dat wist ik niet. Dat had ik zo nog niet in veld naar gekeken. Oh, ik heb hem geraakt. Ja, als ik van dit soort video's kan maken, met de facecam zo fatsoenlijk en zo wat leuke gameplay of zo, dan ga ik dat ook meer doen. Gewoon meer echte gameplay video. In plaats van altijd gewoon de dozen openen en zo. Dat jullie ook weten hoe dat ik speel. En zo. Maar nu durf ik niet. Deze map vind ik gewoon stom. Want er is altijd zo'n ene hele sterke knokker die meestal in het midden zit. En ik hoop dus niet. En dan bedoel ik. We zijn toch nog tweede geworden. Dat moest 8. We hebben net geen volgende rang. Maar dat maakt niet uit. We hebben 20 tokens. We hebben nog lang geen nieuwe dingen. We hebben de balpas trouwens uitgespeeld, hè. We hebben gewoon, ik heb het wel niet in mijn video laten zien, maar we hebben wel deze skin hier. Hoe heet die? Als Ronin Ruffs. Dat is wel een insane skin, maar ik ga dus nu eventjes de opname stopzetten. Om te kijken hoe dat het allemaal gaat verlopen. Het kan zijn dat dit gewoon de video gaat worden, dus ik zou zeggen, like en abonneer. En tot de volgende keer.